Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video alweer van de verhuisklusserie. Vandaag heb ik iets leuks in huis. Ik heb namelijk een pakketje in huis waar ik deze setup nog beter ga van upgraden. Die had ik 3 weken geleden besteld en ja, het kwam er maar niet van dat ik het in elkaar zet. Het kwam er niet en nu is het vandaag eindelijk aangekomen en ik vind het wel leuk om dit ook even op de vlog te zetten, want het upgrade wel de gamekamer hoe die nu is en deze setup ga ik gewoon meenemen naar het nieuwe huis. Dus dat leek me wel leuk om even te vloggen. Gehaald heb is een tafelklem met zo'n breed ding, dan een statief, ja, voor een tafelstatief, die kan dus door dit gaatje hier aan te maken en hierbovenop kan ik dan de camera of lamp schroeven en dan is het in plaats van die tripod die ik nu daar achter heb staan heb ik alleen maar een staaf die dan dus daar achter en dan wordt dat allemaal ook wat netter. En als laatste heb ik een microfoonarm besteld. Aangezien die ik had niet echt goed paste. En deze kon ik vastzetten met, ja, netjes met tape. En ja, dat leek mij gewoon een betere optie. En deze schijnt dus heel soepel te lopen. Dat moet wel het geval zijn hoor, want anders stuur ik hem terug. Ondertussen ben ik eventjes dit aan het doen. Editen. Ik heb dus de tripod veranderd van plek. Die staat nu hier. Met vlak daarnaast de, hoe heet dit, de studiolamp. Kijk, ja, je kunt het niet goed zien, maar de kabelmanagement is nou trouwens totale poep. Kijk, het is een tafelklem. Voor het mooie zou die eigenlijk iets hoger moeten, maar ik denk dat ik het maar gewoon zo hou. En dan hier de microfoonarm. Het probleem is dat mijn kabel kapot was gegaan. Dus ik heb nu even een substitute kabel van mijn telefoon. USB-C kabel gaat hier gewoon in. Ik heb een nieuwe besteld daarvoor. Maar daardoor kan die niet verder naar het midden. Want eigenlijk zou die nog iets verder moeten. Maar dat kan dus niet. Ja, die cable management is nu niet on point. Maar ik heb een beetje zo van ja, als we toch naar het nieuwe huis gaan, dan doen we het daar wel. Dan ga ik nu mijn tijd en energie niet insteken. Hallo, hallo. Vandaag is het. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Hij doet het niet. Even kijken. Het is vrijdag 5 juni. De tijd begint een beetje te dringen of zo. Maar niet helemaal. Ik moet vandaag oppassen op mijn lieve kleine neefje Flynn. En die slaapt nogal best wel veel. Dus ik heb mijn laptopje meegenomen. Ik heb een paar belafspraken vandaag. Voor onder andere de keuken, de vloerverwarming. Ik ga offertes aanvragen. Ik ga een beetje op Pinterest scrollen voor behang in onze slaapkamer. En dat zijn eigenlijk de plannen die ik vandaag heb. En ik dacht, het is wel weer leuk om dat even vast te leggen. Vast te zetten, dat wordt lastig nu.
Oké, ik moest, mijn ouders waren net ook langs. We hebben het gehad over de vloervorming. Dat is best wel lastig om te regelen als je nog niet in het bezit bent van het huis. Want je wil graag even kijken hoe het geïsoleerd is onder de vloer. En allemaal dat soort dingen. En dat gaat nu dus niet echt niet. Ik heb echt een spraakgebrek vandaag. Dat gaat niet zo lekker. Dus mijn vader zei, je hebt echt al superveel uitgezocht voor die vloervorming. Je weet wat je wil. Straks kunnen we gewoon, als we groen licht hebben van de financiering, dan heb je groen licht om die vloervorming te regelen en vast te zetten data's. Ga nu maar gewoon lekker behangetje uitzoeken voor je slaapkamer. Hè? Dat is veel belangrijker, want dat komt sowieso. Of ga bedenken wat je wil. Dus ik heb eventjes zitten scrollen op Pinterest. Ik heb een paar inspiratiedingen gevonden. Kijk, dit vind ik echt heel mooi. Dit zie je. Ja, zo ziet ons huis natuurlijk niet zo hoog. Maar dat behang vind ik wel heel mooi met die bomen. Iets anders vind ik ook leuk. Ik hou altijd wel van colorblock. En ik hou ook heel erg van groen. Dat is ook de lievelingskleur van Nikki en van mij ook. Dus dit vind ik ook leuk. Dat je dan boven je bed zo'n plank hebt met kleurverschil ook. Ook leuk. Ja, dit vond ik ook een heel mooi behang. Het is een soort fotobehang. En dan nog ja, deze. Dit is meer bladeren. Vind ik ook leuk. Maar is misschien ben je daar snel op uitgekeken. Oh, je ziet het niet, hè? Kijk, hier ben je misschien snel op uitgekeken. Dit vond ik ook wel leuk. Of misschien in een hexagon of zo. Zo'n ribbeltje zit daarin. Vind ik ook mooi. Dus ik weet het nog niet helemaal. Maar dat ga ik ook aan Nikki laten zien. Ik ben benieuwd wat hij wil. Dus niet echt heel productief geweest. Maar wel het een en ander. Zo heb ik voor iedere. Kijk, voor de keuken heb ik ook een heel bord. En voor de woonkamer heb ik. Ja, dan heb ik allemaal dingen die niet realistisch zijn. Dat weet ik ook wel. Maar goed, dat je een beetje een vibe krijgt waar ik naartoe wil. Badkamer heb ik pas één ding. Want die gaan we eigenlijk niet doen. Dus dan hoef ik, ja, als ik iets tegenkom, sla ik het op. En in het washok heb ik ook iets moois gezien. Weet je, ik maak voor iedere kamer gewoon een bord. Ik ben benieuwd. Hallo, het is 8 juni en vandaag is een leuke dag, denk ik. We gaan namelijk naar de notaris. De notaris gaat voor ons de hypothecaire akte opstellen. En nog iets wat je nodig hebt. Dat is erg, want ik het eigenlijk niet weet. Maar daar gaan we niet vandaag voor naar de notaris. Vandaag hebben we een oriënterend gesprek over een samenlevingscontract. Dus dat is best wel leuk, denk ik zo. En ik ben erg benieuwd wat ze allemaal te vertellen hebben en hoe het allemaal in zijn werking gaat. Want eigenlijk weet ik er niks van. Dus dat gaan we vandaag doen. Zit mijn haar goed? Mm-hmm. Wat doe je hier? Ja, we gaan voor samenlevingscontract oriënterend gesprek hebben vandaag. Oké. Ja, misschien kraak ik nog terug. Dat kan. Na vandaag kan dat nog. Ik had mijn nagels wel kunnen doen. Onder de tafel zit er mee. Stom. Ja. Oké, ja, batterij. Yes, nou, ik kon uiteraard niet vloggen bij de notaris. We hebben wel even gevlogd in de wachtkamer. Zo zien ze dat ook, hè? Dus de vriend te vertellen dan. Oh ja. Dit is natuurlijk na de wachtkamer. Ah, oké, nee, maakt niet uit, maakt niet uit. We zijn in ieder geval bij de notaris geweest. Die heeft ons alles uitgelegd over samenlevingscontract. Niet alles uitgelegd over trouwen, maar dat het ook een optie is. En testamenten opstellen, ja of nee. En daar gaan wij nu eigenlijk over nadenken. En dan laten we dan deze week ook aan de notaris weten of we dat gaan doen of niet. En Nikki vindt het een hoop geneuzel. Ik vind het gewoon. Hun hebben gewoon een voorbeeld liggen. Kijk, hun hebben echt een A4'tje. Misschien 12 A4'tjes. Nou, 90% van het samenlevingscontract is dus al allemaal hetzelfde. Want zit hij net te vertellen. Ja. Nou, de 10% dat zijn nog steeds standaard zinnetjes waar ze de naam in moeten vullen en het percentage in moeten vullen. Dus hun vragen 1000 euro voor. Ja, 400 euro.
Oh, nou, vier, ja, met een testament erbij, 1000 euro, zoiets. 600. Nou, dat vind ik heel duur. Voor een Word documentje. Ik vind een heel duur Word documentje. Nicky vindt het een duur Word. Als ik nou op Google ga zoeken naar een template, ik heb precies hetzelfde, kan ik invullen en dan kunnen wij akkoord gaan. Nou, dat is niet geldig. Maar wij zijn allemaal akkoord. Ja, is het rechtsgeldig dan? Nee, want het is niet geregistreerd door een notaris. Nou, vind ik een hoop geneuzel. Ja, Nicky vindt een hoop geneuzel en ik vind het heel belangrijk dat als ik dood ga en Nicky ook, een dag later dan ik, dat niet alles naar zijn familie gaat. Dat gewoon helemaal niks krijgen. Hè? Nee, nou, niks. Nee, ja, sowieso van wat ik heb gespaard, krijg je niks, vind ik. Totdat je met me trouwt, dan kun je het krijgen en anders niet. Zie je dat? Ja. Chantage is dit. Dit is chantage. Nee, maar ja, dan denk ik, als je mijn erfgenaam wil worden, dan moet je met me trouwen. Nee, dat noemen ze gewoon blackmail. Je blackmailt mij gewoon om mee te trouwen. Dat gaan we niet doen. Nee? Nee, nou helemaal niet. Nou ja, dan niet. Maar ik geef gewoon alles aan Flynn. Dat, nou. Ja, of, en wie er dan nog meer mag komen. Maar ja, daar gaat het eigenlijk om. Hè. Het gaat erom als je uit elkaar gaat dat het goed geregeld is. En het gaat erom dat je, als je overlijdt, dat het dan goed geregeld is. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ik vind het gewoon een duur Word documentje. Nicky vindt het een duur Word documentje, maar het moet geregeld worden. Ja, dat zei hij ook. Ik vroeg het even of ik het zelf kon doen. Ja, ik schrijf mijn eigen testament wel. Ik dacht dat ik dat altijd in de film zie. Iemand dan in één keer een testament uit een laadje trekt en zo. Van, ja, dat is het. Ja, maar die hebben ze dan wel gewoon goed laten ja, keuren. Precies, ja. Nou ja, dat was dus het avontuurtje bij de notaris. Hierop? Eentje verder volgens mij. Daar gaan we nu over nadenken en jullie horen nog wel in deze vlog wat het uiteindelijk geworden is. Maar dat is wel heel belangrijk ook, stel dat je in dezelfde situatie zit als wij zitten nu, om daar eens over na te gaan denken wat je precies wil. En vooral als je samen bent. En samen woont en samen dingen koopt, dat je ook samen iets aan het opbouwen bent. En dat als je, stel dat je uit elkaar gaat, dat je dat dan wel terugkrijgt van de ander. Want soms betaal jij meer dan de ander. Laat het vastleggen. Want dan heb je altijd, ja, dan heb je geen spijt. En ik heb het wel in het verleden wel gehad, dus het is heel belangrijk om vast te leggen. Ik zit lekker de vlog te editen in mijn badjas. En ik kwam erachter dat ik er niet echt een einde aan verteld heb. We hebben nog niet besloten hoe we het gaan doen met het samenlevingscontract en testament. Waarschijnlijk gaan we dus een overlijdingsrisicoverzekering nemen met een samenlevingscontract en een testament. Dus alles eigenlijk. Maar we zijn er nog niet helemaal over uit en we hebben het ook nog niet laten weten aan de notaris. Dus we kunnen nog eventjes nadenken erover. Deze vlog is wel voorbij. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vond het weer een bijzondere week. Ik vond het ook leuk om deze vlog te editen. Vooral het stukje dat ik alle dingen moest regelen. Ja, dat zijn gewoon even nu de beelden die we krijgen in de vlog. Volgende week heb ik op de planning staan een keuken uitzoeken. Dus dan komt er iets heel leuks in de vlog, want dan zie je ook echt een beetje de beelden. Dus daar ga ik jullie later, dat gaan jullie in de volgende vlog zien. Dus ben je nog niet geabonneerd, zeker even abonneren, want hierna gaat het echt beginnen. De financiering is nog niet rond. We hebben nog niet akkoord van de bank, dus het blijft gewoon nog een spannende tijd. Maar goed, we zetten gewoon door en ik neem jullie mee in deze onzekere, stressvolle tijd. Bedankt voor het kijken en heel erg bedankt voor alle leuke comments. Dat doet me echt heel goed om die comments te lezen. Blijf ook vooral comments plaatsen als je iets leuks hebt te vertellen. En dan zie ik jullie bij de volgende video.